Mensen, welkom bij een nieuwe video. Dit keer weer een wintersessie. Het wordt een behoorlijk lange sessie. We zitten op een nieuwe stek. Het is een hele mooie stek hier. Aan de linkerkant hebben we een ondiep kommetje waar je een mooie lijn in kan zetten. En aan de rechterkant hebben we een mooie brug. En ik ga straks verder in op de stekkeuze. Nou, de eerste nacht zit ik alleen. En de tweede nacht ga ik met Floris. Die kennen jullie waarschijnlijk al van andere plusvideo's. En ja, het is nu maar gewoon wachten. De avond begint te vallen. En hopen dat we wat vangen vannacht. Ik wou net even de andere hengel gaan beazen. Ik wou hem net gaan binnenhalen. En toen boog mijn andere hengel helemaal krom. Twee keer opnieuw. De beetrunner ging heel langzaam af. Typische winteraanbeet. Hij vecht super rustig. Ik denk toch dat het een brazen is, maar hij voelt wel heel zwaar aan. Dus het is heel moeilijk te zeggen. Ik denk toch brazen. Als ik het zo voel. Maar het is wel ziek, want ik zie er echt nog niet zo heel erg lang. En de wind überhaupt gewoon een aanbeet krijgen, is al niet het makkelijkste. Maar dan ga ik jullie deze video heel veel wintertips over geven. Ik ben nu toch wel benieuwd wat er eigenlijk aan hangt. Het is echt ongelooflijk, mensen. Ik was de vissend aan het drillen. En opeens voelde ik wat zwaarder. Dus ik ging eraan trekken, alleen toen schoot hij volgens mij los. Daarna voelde ik ook niks meer bewegen, maar er zat maar wel wat aan. Er was gewoon een takje. En hij is er daar waarschijnlijk vanaf gegaan. Super jammer. Maar het is pas de eerste avond, dus ik hoop echt dat we nog wat kunnen vangen. Nou jongens, ik ga de hengel opnieuw inwerpen. Ik heb opnieuw beaasd, PVA'tje er weer aan. Meer voer ik niet, ik doe alleen een PVA-zakje. Ik gooi hem nu op een net wat andere plek. Ik doe hem nu bij de tweede nok. En dan gooi ik hem tegen de brug aan, niet te ver. Ongeveer op dezelfde plek als net. En dan gaat hij. Laat de lijn lekker afzinken.
Zo mensen, goedemorgen. De eerste nacht zit erop. Het is echt stervens koud vannacht. Het is nu nog steeds kapot aan het vriezen. En doordat het zo koud was, zijn de vangsten niet toegenomen. Helaas geen karpen. Wel heb ik een braasem gevangen, maar heb ik natuurlijk meteen weer teruggezet. Gisteravond is wel echt één mooie aanbeter op de rechterhengel gehad. Het is nu ongeveer 7 uur 's ochtends. Ik ga zo even een eitje bakken. En over een paar uur komt Floris met zijn andere hengels. En dan gaan we de stekker mooi verdelen. En dadelijk ga ik jullie nog een heleboel windtips geven. Nou mensen, ik heb lekker ontbeten. Ik ga jullie even wat vertellen over de stekkeuze. De stekkeuze is heel erg belangrijk in de winter. Je moet er vooral voor zorgen dat je in de luwte ligt te vissen. Daar ga ik straks nog meer over vertellen. Eerst ga ik jullie vertellen waar mijn hengels liggen. Zoals ik al heb gezegd, vis ik met mijn linkerhengel vlakbij een ondiepe kom. Omdat het daar een stuk ondieper is, omdat de zon daar meer op staat. Vanmiddag trekt de karper daar graag naartoe. Dus ik hoop dat vanmiddag als de zon gaat schijnen, dat ik daar een visje kan vangen. Ook loopt er een klein mosselbankje van midden van de rivier naar die ondiepe kom. En op de rand van het mosselbankje heb ik mijn lijn liggen. Nou, mijn rechterhengel ligt tegen de brug aan. En die liggen op een afstand van ongeveer 60 meter. Het voeren is dan niet zo moeilijk, want ik loop er gewoon naartoe. Ik werk mijn hengel in met een PVA'tje, omdat dat zit. Ik hoef er niet meer bij voeren. Ik voer heel erg weinig. Ik vis trouwens wel met toplood. Af en toe komt er nog wel eens een bootje voorbij. Overdag vis ik trouwens met mijn rechterhengel echt tegen de brug aan. Maar s'nachts niet. Want als de karper goed vandoor gaat, gaat hij onder de brug door de booi gewoon niet hebben. Dus s'nachts leg ik hem een paar meter voor de brug. En s'middags zit ik ook gewoon echt achter mijn hengel. Nou mensen, het is nu weer ochtend. En Gian is net even langsgekomen. En ik wil even wat vragen stellen over zijn nieuwe site. Dat heet de Dutch Carp Community. En wanneer komt hij online, Gian? Nou, we zijn er nog mee bezig. De laatste dingen worden nog veranderd. Maar we streven naar om begin maart dat de site online gaat. Oké, dus begin maart komt de nieuwe site online. Tuurlijk, de site over karpervissers. En er zijn natuurlijk ook bekende Nederlanders die eraan meedoen. Ja, we zijn bezig met mensen als Adi Veldkamp, Peter Vlasveld, Hans Voorwij. Dat soort mensen komen ook allemaal op. Oké, en wat kunnen we daar verwachten? Kunnen we daar artikels of tips of andere? Nou, we hebben natuurlijk een aantal artikelen staan erop, maar er komen ook weer filmpjes. Het zou niet zo zijn als op de oude site. Veel tips, maar dit wordt meer actiefilms zoals runs, sessieverslagen, onderwaterbeelden. Dat soort films zullen wel tips voorbij komen, maar niet zoals eerder dat film bovenop dit, maar een beetje afwisseling. Oké, we staan ook echt uit een team als er ontzettend veel mensen die mee willen werken. Ja, we hebben een vast team van een aantal mensen. En natuurlijk zijn er altijd mensen die af en toe een stukje schrijven. Ook als je een keer een leuk verhaal hebt, dan kan je daar ons mailen en kunnen we kijken of wat is voor de site. Oké. Nou, dus begin maart kunnen jullie de site verwachten, lijkt mij. En ik zal wel even een filmpje plaatsen wanneer die site online is. Kunnen jullie er meteen naartoe? En dan succes met de site, Gion. Ja, bedankt. Mensen, het is avond. Het is echt wel goed donker geworden. Ik hoop echt dat we vannacht wat vangen. En als het zo is, dan zie ik jullie morgen vroeg hopelijk met een dikke vis op de camera. En anders niet, dan is het niet anders, heb ik weer een visloze sessie. Maar we hopen het allerbeste vannacht. Ik heb net trouwens weer een karper gelost. Hij ging er wel mooi doorheen, maar ja, het is niet anders. Nou mensen, ik ben onderhand weer thuis. De sessie zit erop. Helaas gewoon niks gevangen. Komt waarschijnlijk omdat het gewoon super koud was. Ik heb er in ieder geval alles aan gedaan om een visje te vangen. Ik hoop dat jullie toch nog hebben genoten van de video. Als jullie dat hebben gedaan, vergeet dan niet te liken. Laat nog even een reactie achter. En abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En zie ik jullie de volgende keer weer. Later. Deze
kunnen.